Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de Twenterander. Welkom bij het politieke praatprogramma van Twenterand. Politiek is politiek en je maakt voor jezelf een afweging. Wat speelt er? En waarom wordt juist deze beslissing genomen? Ik kijk er wel met een goed gevoel op terug. Van je tijd is het oorlog. Actueel, met ruimte voor debat. Als je bij pagina 2 bent, dan is het geld als een beetje op, denk ik. En dan is de stamper de beste optie. Wie gaat met de eerste strijken? Praat mee tijdens de uitzending van Politieke Stem op Delta FM. Is dit een reden om te stoppen met de coalitie? Uw reactie is meer dan welkom. Kijkers en luisteraars, welkom weer bij het praatprogramma Politieke Stem op Delta FM. Met vanavond voor de onderbreking als gast wethouder Roel Koster. Welkom Roel. Fijn dat je er bent. Je bent alleen, ja. Dus we gaan het gesprek aan één op één. Ja. Ik hoop dat je antwoord wil geven op de vragen. Ik zal het je niet te moeilijk maken. Maar ik hoop dat je op sommige zaken wilt reageren. En als het niet kan, dan hoor ik het ook graag. Prima. Maar zo gaan we het gesprek in, dat lijkt mij zinvol. Ja. Jij bent politiek verantwoordelijk voor financiën, ruimtelijke ordening, omgevingswet, kom ik zo op terug, beheer openbare ruimte en cultuur. Ja. En bovendien ben je kernwethouder van Frieseveen en De Pollen. Ja. Vanavond las ik een perscommuniqué uitgegeven door de gemeente. En dat ging over de beslissing of de waardering van de provincie over onze gemeente. En het totaalbeeld, en daar moet ik jou als wethouder financiën voor feliciteren. En dat moet, maar dat wil ik ook. Ja. Het totaalbeeld is code groen. Code groen, voor wat betreft financiën, ja. Ja, ja. Maar er is ook nog een code oranje. En dat is de financiën. Het totaalbeeld is groen. Is groen, ja. Alleen de financiën is nog code oranje. Ja. En dat heeft de OZB-verhoging, die toch fors is geweest, niet kunnen wegnemen. En daar staat niks van in het perscommuniqué. En dat heb ik gemist. Ik heb nog wel meer gemist. De burgemeester gaf een reactie op de uitslagen die vanuit de provincie kwamen. En ik had graag gezien dat de wethouder financiën dat zou doen. Want het is wel een sympathiek beeld. Totaalbeeld groen. Totaalbeeld groen, terecht. Maar als je het hebt over financiën, daar zit één elementje in. Maar dat is een technisch elementje, zou ik haar zeggen. Op basis waarvan de provincie zegt van ja, daar kunnen wij ons eigenlijk niet in vinden. Binnen financiën zeggen wij van dit is een reëel beeld. Als we deze toepassing niet, als we de begroting niet zo hadden ingediend zoals we hem hebben gedaan, dan hadden we wellicht nog een aanpassing moeten doen. Het had te maken met het opnemen van de baten uit de grondexploitatie. Daar had het mee te maken. Ja, ja. En dat hebben wij, dat zijn gewoon eigenlijk reële inkomsten die je kunt verwachten. Maar volgens de regelgeving, strikt formeel genomen, mag je dat niet in de begroting neerzetten. En dat is eigenlijk de reden dat men heeft gezegd van ja. In het verleden is het ook wel eens voorgekomen dat er zeg maar de opvatting van de afdelingen financiën binnen de gemeente niet helemaal strookte met de opvatting van de mensen die in de provincie daar een waardeoordeel over moeten geven. En hoe is dat dan mogelijk? Is daar dan geen overleg geweest? Of is dat een bewustje geweest? Dus oké, we weten dat we de regels misschien niet helemaal gevolgd hebben, maar wij vinden dat het wel kan. Nou, het is een verschil van inzicht. En het ligt er ook een beetje aan. Kijk, er zijn meerdere toezichthouders binnen de gemeente. Dat zijn, of binnen de provincie zijn ambtenaren. Die hebben een x-aantal gemeenten onder zich. En je moet natuurlijk niet vergeten dat Twenterand een aantal jaren toch echt onder een vergrootglas heeft gelegen. Vanwege het feit dat wij de financiën in die zin niet op orde hadden. Ja. Dus er wordt ook wel strak naar ons gekeken. En er wordt ook wel goed gekeken van volgens de regels exact zoals ze liggen. Daarbij komt dat het besluit begroting, de BBV, dat is een besluit waar staan alle regels in. Die is onlangs geactualiseerd, zou ik al zeggen. Een nieuwe BBV is gekomen, dus nieuwe regels die je moet toepassen. Ja, daar kun je nog verschillend over denken. En ja, inderdaad, het is een kwestie van inzicht. Ja, het is geen kwestie van bewust
de boel... Nee. Maar nee, absoluut niet. Ik weet het niet, want ik zit daar natuurlijk niet bij. Jij bent er nu wat dichterbij. Maar is het niet zo dat je dan even de telefoon pakt... en richting de provincie belt naar de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn? Van, wij denken dat we dit, de nieuwe regels, zo moeten uitleggen. Denken jullie daar gelijk over? Of... Kijk, soms is het agree to disagree. Hè? Ja. Dat je het met elkaar eens bent, dat je het niet eens bent met elkaar. Ja. Dat kan, dat er toch verschillende inzichten zijn. Okay. Maar wees ervan overtuigd dat de gesprekken en contacten met de provincie zijn prima. Okay. En daar vindt ook veelvuldig overleg plaats. Goed zo. Okay. Ja. Dus wij hoeven ons geen zorgen te maken over de code oranje. Dat is een bewuste keuze geweest. Jullie wisten dat dat zou kunnen gebeuren. Kijk, en jullie hebben daar... Wij hebben die dekking. Kijk, de dekking aan het eind van de streep is het gewoon hetzelfde. Alleen de vraag is... Neem je hem in je begroting op of pak je hem bij je BRAP en bij je jaarrekening? Nou, dat is het verschil. Maar de grondexploitatie en de winst, die is er. Zo moet je het zien. Ja, maar ja, dan blijf ik van mening dat je misschien dat wel had kunnen kortsluiten. Als het dan toch niks uitmaakt, had je het misschien dat risico niet moeten nemen. Maar goed, dat is een... Maar goed, als je het risico niet neemt, hè, en je begroot en je verwacht... zeg maar een 500.000 winst uit je grondexploitatie. Stel dat je het niet had gedaan, dan had je die 500.000, 5 ton... had je op een andere manier in de begroting aan inkomsten moeten begroten. Ja, ja, en laten we even wel wezen, we hadden een OZB-verhoging verhogen. Ja, om daar nog eens een 500.000... dan moet het duidelijk zijn wat de effecten daarvan zijn. Ja, ik denk dat dat niet een goede aarde was gevallen. Want die 25%, daar is nogal wat over te doen geweest en nog... Overigens is die OZB, ik heb daar overigens een persbericht van gezien. En dat is gebaseerd op onjuiste feiten. Want persbericht bedoel je? Ik las een persbericht dat woningen die in waarde gestegen zouden zijn, de WOZ-waarde was gestegen. En daar overheen nog eens keer 25%. Nee, het is een opbrengstverhoging. Maar het gaat over, inderdaad, het is een opbrengstverhoging. Ja, nee, dat is heel duidelijk. Dat is, maar zo stond het niet in het persbericht verwoord. Nee. Dus dat is onjuist. En welk persbericht is dat dan? Het was geen persbericht, maar een persbericht van een politieke partij, een oppositiepartij. Oh, ja. Je bedoelt hier het CDA? Je zegt het. Ja, nee, oké, okay, maar ja. Ik hou van duidelijkheid, ja. Roel. Ja. Dus laten we het beestje bij de naam noemen. Ja. Nee, maar dat is onjuiste informatie. Nee, het is duidelijk, het gaat om opbrengstverhoging. Dus in de praktijk, als de WOZ-waarde stijgt, is de verhoging automatisch geen 25%. Nee. Maar dus, als de woningaantal vermeerdert, krijg je sowieso al meer OZB. Ja. Ja. Nee, wordt de waarde van de woningen hoger, krijg je ook al meer OZB. Ik ben het met je eens. In dit geval. Ik wil niet zeggen dat ik de rest van de uitzending ook alles met je eens ben. Nee, dan wachten we even af. Dat is zoals het er nu voor staat. De omgevingswet is een grote transitie. Ja. Is ook vanuit het Rijk een aantal keren al uitgesteld. Hoe liggen wij op schema in Twenteland wat betreft de invoering van de omgevingswet? Want die gaat in 2020? 2021. 21. Ja. Dat is nu de geplande datum. Ja. Ja, hoe staan we ervoor? Het is zo, er moet een omgevingsvisie gemaakt worden en daaruit vloeit voort dat er een omgevingsplan komt. Daar wordt de nodige capaciteit voor vrijgemaakt. We hebben ook dit jaar hebben we daar al, voor de begroting 2019, hebben we daar al een post voor opgenomen. We hebben inmiddels ook iemand die als een soort coördinerende rol op zich heeft om dingen bij elkaar te brengen. Wat moet je bij elkaar brengen? Je moet zo zien dat een groot aantal wetten die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening, die komen te vervallen en worden vervat in één wet. Dat betekent dus ook dat er meerdere disciplines binnen het gemeentehuis ook moeten samen gaan werken. Dat is één aspect, dus het gaat over de manier van samenwerken. Het gaat over meer integrale aanpak van zaken. Daarnaast is het zo dat burgers ook veel meer, als ze een initiatief hebben, draagvlak in die samenleving moeten zoeken. Vervolgens is het zo dat je digitale stelsel binnen de gemeente, maar ook landelijk gezien, dat je dat helemaal op elkaar moet afstemmen. Dus dat vraagt nog wel de nodige investeringen, maar ook de nodige inzet. Daar zijn we druk mee bezig. En ook in de kadernota 2020
waar we nu mee aan de slag gaan, ja, zal daar ongetwijfeld een onderdeel van terugkomen. Ja, ja, ja. Maar, en hoe liggen wij ten opzichte van andere gemeenten? We lopen niet voorop, maar we lopen ook niet achteraan. We zitten zo'n beetje in de middenmoord. Dat geeft ons overigens wel de kans om ook te leren van andere gemeenten. Dus we hebben nu ook met andere gemeenten op ambtelijk niveau veel overleggen. Het wiel hoeft niet elke keer opnieuw uitgevonden te worden. Dat is het. Dat is het. Ja. Het is wel een belangrijke verbetering in theorie. De praktijk zal het moeten uitwijzen natuurlijk. Ja. Maar het wordt ook voor de inwoners van Nederland wordt het makkelijker gemaakt. Makkelijker, in één wet worden heel veel disciplines ondergebracht. Ja. Dat is natuurlijk een risico dat het met de invoering toch nog niet helemaal vlot loopt. Maar uiteindelijk moet het een verbetering tot stand brengen. Maar de wet wordt ingevoerd, maar we hebben nog wel een groot aantal jaren om daadwerkelijk, voordat het zover is, ik meen iets van 2029, dan moet echt alles helemaal 100% lopen. Dat maak jij dus als wethouder nog mee, Jeroen? Wat is het nu? 2019, dus 10 jaar. Nou, dat verwacht ik niet. Nee, nee. Maar goed, je hebt wel de aanzet gegeven voor de invoering van de omgeving. Ik hoop dat de basis dan toch 100% staat. Oké, nou goed. Jouw naam blijft onlosmakelijk verbonden. We hebben het er net al even over gehad, over die historische verhoging van de OZB. We hebben dat al iets genuanceerd, maar het was in eerste instantie keiharde cijfers, 25%. Daar ben jij op bevraagd door met name de oppositiepartijen. De namen zijn ook genoemd, maar dat was niet alleen het CDA, ook de PVV, de SGP en de VVD. En volgens mij ook wel de PvdA GroenLinks. Allemaal hebben ze wel gereageerd op die 25% verhoging, die in de praktijk minder blijkt te zijn door de Maar nee, de opbrengstvermeerdering, die is 25%. Ja, okay. Het argument om dat te doen waren de problemen in het sociaal domein. Klopt. Onafhankelijk onderzoek in opdracht van minister Hugo de Jonge wijst duidelijk uit dat er een volumegroei is bij de jeugdhulp. Ja. En dat daardoor de tekorten in het sociaal domein bij veel gemeenten, bijna bij alle gemeenten, alsmaar oplopen. Er is inmiddels al we hebben een eenmalige compensatie gekregen, omdat wethouder Paters, geloof ik, vooraan heeft gestaan en zijn vinger heeft opgestoken en gezegd van wij komen geld tekort. En heeft een aantal miljoenen kunnen binnenhalen, zeg maar, als compensatie, eenmalig, niet structureel. Ja? Nee, het is overigens niet zo dat hij met de vinger omhoog stond, want dat zou bijna de suggestie wekken, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat is dus absoluut niet aan de orde geweest. Het is een kwestie geweest. Ja, maar je moet je wel melden. De wijk heeft niet gezegd van Nee, maar ik denk dat het goed is om erop te wijzen dat vanwege het feit dat wij al in een heel vroeg stadium met betrekking tot het sociaal domein en de kosten die daarmee gemoeid waren, op financieel gebied de vinger aan de pols hebben gehouden en hebben gekeken van waar loopt het geld naartoe, wat zijn de oorzaken enzovoort. En doordat we dat zo goed in zicht hadden, nou ja, daar bedoel ik een beetje met de vinger op steken. Ja, maar doordat we dat zo goed in zicht hadden, hebben wij ook een zeer goed gemotiveerde en beargumenteerde aanvraag kunnen doen uit die strappenpot. Ja. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeenten. Ja, dat bedoel die ik. Dat dus niet in de vingers hadden. Nee, maar ik probeer een compliment ook te maken richting Mark Paters, want die heeft het goed gedaan. Absoluut. Er zijn gemeentes geweest die ook in theorie recht hadden op compensatie. Ja. En omdat ze zich niet goed verdedigd hebben of het niet goed overgedragen hebben, hebben ze veel minder of helemaal niks gekregen. Dus zo bedoelde ik het. Het was geen aanval. Nee, maar ik ervaar het ook niet als een aanval. Nee. Ik probeer het alleen even iets te verduidelijken. De VNG heeft nu gevraagd aan het Rijk. Rijk, jullie moeten wat gaan doen. Die gemeentes komen in de problemen, is niet meer te handhaven. Maar of het kabinet dat daadwerkelijk gaat doen, ja, dat zal eind van de maand of begin volgende maand blijken uit de voorjaarsnota die het Rijk gaat schrijven. De VNG waarschuwt overigens wel dat de gemeenten zich nog niet de Rijk moeten rekenen, want het is natuurlijk niet zeker of men over de brug komt. Ja. Maar dat onafhankelijk onderzoek uitwijst dat er een probleem ligt bij gemeentes door de transitie, dat is inmiddels wel duidelijk. Dus eigenlijk denk ik dat we er een beetje van uit mogen gaan dat het Rijk toch wel een gebaar zal gaan maken. Maar afwachten is het. Het is inderdaad afwachten. Er komt inderdaad, zoals je zegt, een herverdelingssystematiek.
En dan wordt ook gekeken de maatstaven, hè, op basis waarvan die verdeling plaatsvindt. En die maatstaven, dat is misschien voor de luisteraars wel interessant, van er zijn gewoon een aantal elementen waar men naar kijkt. Bijvoorbeeld zeg maar, het aantal jongeren, de demografische samenstelling van je gemeente. Kortom, er zijn heel veel factoren waar men naar kijkt. Dat zijn de maatstaven. En of die wel reëel zijn. En op basis daarvan komt die herverdeling. Maar hoe het Rijk dat gaat doen, of dat uit de totale bijdrage voor de gemeente wordt geplukt, ja, en wordt afgezonderd, ja, dan is het nog een sigaar uit de eigen doos. Ja, ja. Dus dat moeten we allemaal afwachten. Overigens is de totale herverdelingssystematiek is ook onderwerp van gesprek. Dus ja, dan moeten we even afwachten hoe dat Gaan jullie in de kadernota nog rekening houden met dit soort verschillende scenario's? Ja, dat is gewoon niet te doen. Nee. Om dat uit te rekenen. Laat ik het zo zeggen, ook in het persbericht waar je zojuist uit citeerde, daar staat ook dat de provincie aangeeft dat wij als gemeente nog zeker financiële risico's lopen. En die financiële risico's zitten met name in dat sociaal domein. Ja. Dus dat regeren is vooruitzien, dus je probeert daar wel in rekening te houden. Ja. Maar in welke mate? Nee. Ja, dat is puur koffie te kijken. Maar stel nu eens dat het, en dat ze altijd als vragen, maar stel nu eens dat het Rijk wel over de brug komt en zegt van gemeente, jullie hebben gelijk, we hebben te weinig geld meegegeven om die transitie op een goede manier te kunnen uitvoeren. En het argument was, ik heb het net eerder verteld, om de OZB-opbrengst te verhogen, het sociaal domein. Als dus de problemen binnen het sociaal domein in Twenterand mogelijk structureel opgelost worden door het Rijk. Mm-hmm. Niet een sigarenduigendoos, maar echt extra geld. Heeft dat dan invloed op het besluit wat genomen is over de OZB? Want het is niet alleen die 25% opbrengstverhoging, maar de komende jaren gaat het ook nog elk jaar met een, volgens mij 5% elk jaar omhoog. Zou dat invloed kunnen hebben op die op dat besluit als het Rijk over de brug komt? Nou, laat ik dit zeggen. Je gaf al aan in de vraagstelling wat als. Ja. Dus wat als vragen zijn altijd moeilijk te beantwoorden. Dus in die zin geef ik er ook geen antwoord op. Laat ik het zo zeggen. We hadden toch afgesproken dat je antwoord zou geven op mijn vraag? Nee, we hadden afgesproken dat ik het recht had om op bepaalde vragen geen antwoord te geven. Ja, dus bij deze doe ik dat dan. Maar het is natuurlijk in zijn algemeenheid wel zo dat de Rijksbijdrage voor gemeenten is voor ons altijd bepalend om te kijken van wat er aan de inkomstenkant zit en wat zit er aan de uitgavenkant. En als dat in balans is, is het goed. Hebben we een overschot, dus hebben we meer inkomsten dan uitgaven die we beogen, ook in de meerjarenbegroting, dan is dat het moment om te kijken, kunnen we komen tot lastenverlichting? Ja. Maar ook niet eerder dan dat. En dan neem ik ook geen voorspraak op. Dat hoeft ook niet. Omdat maar je ook niet weet, kijk, ik probeer een koppeling te maken. Ja. Het argument om de OZB, zeg maar, toch historisch te verhogen, was het sociaal domein. Als dat argument nu getackeld wordt door extra gelden vanuit het Rijk, is het argument om de OZB te verhogen van tafel. Heeft dat dan nog invloed op dat besluit wat toen terecht genomen is? Ja. Maar goed, dat geef je geen antwoord op. Nee. Nou, jammer. Ik had wel graag een persbericht. Nou ja, kijk, weet je, het is natuurlijk ook zo, laten we wel wezen, de kosten uit het sociaal domein, die hebben we natuurlijk gedekt. En dat is wel ten koste gegaan van heel veel andere beleidsterreinen. Ja. Waar we achterstanden hebben opgelopen. Ja. Die gecompenseerd moeten worden. En ik geloof niet, mocht het Rijk tot een dergelijke florissant uitzicht en inzicht komen dat men een verhoging voor ogen heeft, dan juich ik dat natuurlijk van harte toe. Maar ik schat niet in dat men dat met terugwerkende kracht gaat doen. Nee. Dus dat probleem ligt er nog steeds. We hebben volgens mij in onze gemeente al 20 jaar dualisme. Ja. Dualisme is een verandering. Vroeger maakten wethouders onderdeel uit van de raad. Ja. En nu stelt de raad bestuurders aan, wethouders. En de raad heeft de taak om de wethouders te controleren. Zo ligt het formeel in de gaten. Of zo ligt het formeel, is het vastgesteld, 20 jaar geleden.
Nu loopt Twente dan niet voorop wat betreft dualisme. Dat hebben we in het verleden ook gemerkt. Wethouders maakten ook gewoon bij sommige partijen onderdeel uit van de fractievergaderingen. En ik proef een beetje, en ik juich dat toe, Roel, dat de grootste partij in onze gemeenteraad, GBT, niet geheel toevallig ook jouw partij, daar anders tegenaan kijkt. En dus ook komt het voor dat er een voorstel vanuit het college of zelfs vanuit een door naar voren gebracht en verdedigd door een GBT-wethouder door de fractie eigenlijk wordt afgewezen of in ieder geval heel veel vragen bijgesteld worden. Dat is democratisch super. Maar denk jij als wethouder daar ook zo over? Nou, laat ik dit zeggen. Ik vind het een goede zaak, ja. Het kan niet zo zijn, en afgelopen dinsdag tijdens de raadvergadering viel er even kort het woord achterkamertjes. Ik ben daar wars van. Ik vind dat een slechte zaak. Wij proberen transparant te besturen en we proberen ook de informatie die ook raadsleden of anderszins mensen aan ons vragen, om daar transparant in te zijn en niet de ene partij, en of dat dan een coalitiepartij is of niet, informatie te onthouden of meer te geven dan de ander. Dus in die zin, soms is het af en toe vervelend dat uit je eigen partij iets komt. Maar aan de andere kant denk ik bij mezelf, vervult het mij ook wel met enige trots dat ik denk, oké, jongens, jullie hebben inderdaad een andere rol. Je hebt een controlerende rol, je hebt een kaderstellende rol. Dat is iets anders dan op het moment dat je op het plus van het college zit, zal ik maar zeggen. Ja. Wij proberen het coalitieakkoord leidend te zijn in de voorstellen die we doen. Maar dat daar een kritische houding bij past, ja, ik vind het prima. En ja, af en toe, dan denk je, oké. Ja. Nee, het houdt mij scherp. Ja, oké, maar ik denk dat het in het algemeen is dit de beste manier om met elkaar om te gaan. Zo is het vastgesteld. En Twente Rand hoeft niet altijd voorop te lopen, maar was wel een van de laatste gemeenten, denk ik, waarin het zo monisme-achtig toch nog een beetje werd opgetreden. Ja. Dus ik juich het toe en ik ben blij te horen dat ook jij dat toejuicht, want daar komt het op neer. Ja. En jullie houden je aan het coalitieakkoord, super. Dat bleek ook bij de erventransitie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar stond niks van in het coalitieakkoord. Mm-hmm. En de beide partijen, coalitiepartijen, GBT en de ChristenUnie, zaten op een ander spoor. Met name de ChristenUnie toch wel. Ja, oké. Ja. Ik bedoel, de twee coalitiepartijen waren het daarover oneens. Ja. En dat is politiek gezien en voor het debat natuurlijk goed. Ik vind dat ook. Ja. En ik bedoel, het zou ook niet zo moeten zijn. Je zou bijna arrogant kunnen worden als je de meerderheid hebt. En dat lijkt me niet verstandig. Maar dat was vroeger natuurlijk wel het geval. Hè? Dan was het allemaal voorgekookt. Toen kwam het niet voor, Roel, dat er een voorstel vanuit het college kwam, waarvan de coalitiepartijen op een gegeven moment zeiden, nee college, we zijn het er niet mee eens. Dat gebeurde niet meer. Dat gebeurde niet. Nee. En nu gebeurt dat wel. Ja. En dat is zuiver. Vind ik. Nou, het is goed dat je er zo tegenaan kijkt. Ja. En ik hoop dat er meerdere mensen daar ook tegenaan kijken. Want nogmaals, wij beogen transparante politiek. En dat geldt voor de fractie. Die heeft toch een andere rol dan wij. Ja. Maar we hebben een coalitieakkoord, daar proberen we ons aan te houden. En een aantal dingen staan niet in het coalitieakkoord. Nee, dus dat geeft dan toch de vrijheid. Ja, koopzondag is ook zoiets. Ja. Ik bedoel, er zijn meer voorbeelden. Ja. Nee, dat maakt het kijken naar de politiek voor de inwoners van Twente Rand ook iets interessanter. Ja. Als de voorgekookte verhalen. En die achterkamertjes, ik weet waar je op doelt. Ik dacht dat het meer een grapje was van de SGP. Om als jullie dan toch gaan verbouwen, haal dan gelijk die achterkamertjes ook weg. Ja, omdat de politiek wel vaak maar de naam heeft van achterkamertjespolitiek. Ik denk dat de man het zo bedoelde, maar misschien schat ik het verkeerd in. Ik vind het een liefdallige opmerking en interpretatie van jouw kant. Ik ben vanavond lief. Maar het werd toch wel in een andere context. Ja, oké. Maar over de verbouwing van het gemeentehuis hebben we het nu toch. Want de achterkamertjes en zo. Er kan zo'n €85.000 gegenereerd worden door het verhuren van overtollige ruimte. Dat staat in het collegevoorstel. In de raadsdebatten waren ook de coalitiepartijen het daar niet helemaal over eens. Maar een half A4'tje van de wethouder en kijk aan.
Men was akkoord. Ik doe het even heel zwart-wit, maar daar komt het wel op neer. En daar ging het debat over dinsdagavond. Van ja, maar in 14 woorden, hoe kan je nou in 14 woorden een visie verwoorden? Ja, ik ga dat niet herhalen. Zo is het gebeurd. Ik vond, je hoort natuurlijk wel wat. En ik ben het eens met de kritiek die er is, dat er weinig in het voorstel staat. Er staat wel in de opbrengst die men wil genereren. Die 85.000, maar de naam bibliotheek wordt genoemd. Maar in de wandelgangen, en daar kom ik wel eens, en dan hoor ik ook wel eens wat. Dat zijn die brede wandelgangen. Dat zijn die brede, ja, die smalle gangetjes kom ik niet in natuurlijk. Ja, dan loop ik mezelf vast en daar moet ik voor oppassen. Nee, maar dan hoor ik ook wel dat de Vriezenhof, de kantine van de Vriezenhof, misschien gecombineerd zou kunnen worden met de kantine van het gemeentehuis. Ik heb de naam Huis der Ontmoeting vernomen. En dan hoor ik ook dat de ontmoetingskerk misschien gesloopt wordt. En dat er een ruimte in het gemeentehuis op zondag verhuurd gaat worden voor kerkdiensten. Dan denk ik, zou dan die naam Huis der Ontmoeting iets te maken hebben met de ontmoetingskerk? Maar ja, dat zijn maar gedachten die dan zomaar bij mij opkomen. Kan je daar iets meer over vertellen op dit moment, of zeg je, wacht af, ik zeg niks over. En nogmaals, als je nu zegt, nee Chris, ik kan er niks over zeggen, begrijp ik het hoor. Nou, kijk, in zijn algemeenheid, en ik geloof dat is al eerder verteld, toen we het hadden over het voorbereidingskrediet, over de Smithoek en Mozaïek. Ja. Toen werd mij gevraagd, wordt de gereformeerde kerk erin betrokken? Wij zijn met de gereformeerde kerk aan het kijken of we het pand kunnen verwerven. Ja. Dat is één. Er staat los van de herinrichting van het gemeentehuis. De herinrichting van het gemeentehuis, dat heeft dus alles te maken met het feit dat er heel veel onredabele meters in zitten. En die wandelgangen waar je doorheen liep, die zijn vrij breed. Er zit een hele grote hal in. Daarnaast, als je kijkt naar het aantal FTE's, het aantal mensen wat er werkt, en ook vanwege een andere manier van werken. De gemeente heeft een aantal jaren geleden voor gekozen om regiegemeente te zijn. Dus dat betekent ook dat er minder vast personeel is, meer ook flexibel personeel. Dat alles bij elkaar. En dan zijn er nog de aspecten brandveiligheid en duurzaamheid en klimaatbeheersing. Nou, dat zijn allemaal aspecten om te zeggen van ja, eigenlijk moet er wat aan het gemeentehuis gebeuren. En moeten we wat efficiënter gaan inrichten. Nou, wat is dan het gevolg? Er ligt nog een bezuinigingsopdracht van 85.000 euro om 85.000 euro op het gemeentehuis te bezuinigen. Nou, als we nu gaan herinrichten, kost dat een bepaald bedrag. Dat bedrag, hè, net als je een huis koopt, je sluit een hypotheek vooraf en je betaalt een aflossing, plus rente. Dat is bij de gemeente niet anders. En dan is het de vraag, dat bedrag wat ik maandelijks moet aflossen voor een hypotheek en rente, kan ik dat bedrag terugkrijgen doordat ik gedeelte ga verhuren. Wij schatten in dat we dat kunnen doen. Ja. In de eerste voorverkenning. En wat er nu gebeurd is dat we vragen van geef van 150.000 euro, zodat we alles inzichtelijk kunnen maken. Want dan is het afhankelijk van welke huurder krijg je, wat voor eisen stelt die. Dan komt er vervolgens de vraag, dan moeten we een architect hebben en kan die dat dan zo aanpassen? Wat kost dat dan? Dus die 150.000 euro is bedoeld om een goed plaatje neer te leggen. Ja, dat is duidelijk. En welke huurders daar zijn, daar kan ik op dit moment nog niks over zeggen. Nee, begrijp ik. Er vinden informeel wel wat gesprekken plaats, maar nu pas kunnen we gaan kijken. Ja. Van, en bijvoorbeeld conceptcontracten met elkaar afsluiten onder voorwaarden van goedkeuring en akkoordbevinding door de raad. Ja. Maar de zaken die ik dus hoor in de wandelgangen van Vriezenhof en de kerk, die zijn niet helemaal uit de lucht gegrepen, laat ik het zo zeggen. Die ontken jij ook niet. Jij geeft aan. Ik ontken ze niet en ik bevestig ze niet. Nou, je hebt wel net gezegd dat er gesprekken zijn met de gereformeerde kerk. Ja, maar die gaan niet over de huur. Ja. Ik heb gezegd, die gaan alleen maar over de verwerving. Ja, oké. Dus. En niet meer dan dat. Niet meer dan het dat. Is aan de kerk. Wat voor hun alternatief is. En dat zal waarschijnlijk ook wel een rol gaan spelen bij de verkoop. Maar dat is aan hun. Je gaf net al even aan dat het een kwestie is als je een huis verbouwt of weet ik het wat, hypotheek. Probeer je dan ook met de huurders, want je hebt aangegeven, wij proberen buiten de kosten voor de isolatie en de brandveiligheid,
Maar de rest van de kosten die voor de verbouwing gemaakt worden, willen wij, moet opgebracht worden door huurders, verhuren van ruimtes. Je hebt gezegd dat dit wordt dus budgetneutraal. Dat gedeelte van de kosten moet budgetneutraal zijn. Dat heb je ook net gezegd. Ja. Houdt dat ook in, Roel, dat je ook met de huurders dan, want zo'n, er zit een afschrijvingstermijn op, denk ik, je had het net over een hypotheek van 25 of 20 jaar. Ga jij ook huurcontracten afsluiten voor 20 jaar? Nou, dat is nog een stap te ver om daar nu over op te geven. Maar dan kan je het waarmaken, budgetneutraal. Maar anders, als je na 2 jaar een huurder erop zegt, dan moet je weer op zoek naar een nieuwe huurder. Laten we het zo zeggen. Ja, maar ik geloof niet dat er in dit land veel instellingen zijn die huurcontracten voor 30 jaar afsluiten. Nee, 30 had ik het niet over, maar 20. Oh, 20. Oké, ik dacht dat je zei 30. Nee. Goed. Nee, maar goed, kijk, dat is ook, daar moet je met kennis van zaken moet je naar kijken. En dat laat ik ook graag over aan de mensen die daar nu mee aan de slag gaan. Nou ja. En er komen een aantal scenario's uit. En die leggen we straks voor aan de raad. Cultuur eventjes, ook een onderdeel van jouw portefeuille. We hebben een theaterzaal in Vroomshoop. Ja. We kunnen, denk ik, een streep voorlopig zetten onder de perikelen rond het punt. En toekomstgericht kijken naar toch een mooi gebouw met een mooie theaterzaal. Absoluut. De theaterzaal kost geld en dat mag ook geld kosten. Zo'n activiteitencentrum mag ook geld kosten. Daar gaan we het niet meer over hebben. Er is al genoeg over gesproken. Maar we hebben nog een cultuurzaal, CCK 2. Ja. Die is met ook met gemeenschapsgeld opgetuigd. Of tot theaterzaal veranderd. Onder andere is daar een geluidsinstallatie, professionele geluidsinstallatie aangeschaft. Wij geven aan de stichting CCK 2, die nu Turf heet, geven wij subsidie. En het valt mij op dat de stichting Turf geen gebruik maakt van de theaterzaal. En hoe verhoudt zich dat met elkaar? Want we hebben toch een belangrijk aspect, is wel het punt te vullen. Ja. Moeten we die twee zaken niet gaan combineren? Ik vind het een geweldig idee wat je op tafel legt. De samenwerking met diverse culturele instellingen, daar wil ik in ieder geval dit jaar zeker met iedereen in gesprek. Om ook te komen tot meer samenwerking, meer afstemming met elkaar. Het gaat niet alleen over theatervoorstellingen, maar het gaat ook over andere culturele instellingen. Als er zijn musea en andere uitingen. Om met elkaar te gaan kijken van waar kunnen we de verbinding zoeken, waar kunnen we elkaar versterken, waar kunnen we ook in kostenbesparing elkaar vinden. Dus, bovenal gaat het dan uiteindelijk van welke visie hebben we op, op cultuur en welke betekenis en welk verhaal willen we als Twenteland vertellen. En dat kan onderscheidelijk zijn. Dat kan Den Ham of Vroomshoop kan een ander verhaal hebben dan bijvoorbeeld Friezenveen. Friezenveen waar die rusluien en textiel toch een belangrijke rol spelen. Dat kan verschillen met bijvoorbeeld een Vroomshoop of een Den Ham. Maar ik wil graag met hun daarover in gesprek. En ik wil graag met hun daarin ook dat zij daarin ook een bijdrage leveren. Sluit ook perfect aan op wat er regionaal gebeurt. We hebben een regionaal cultuurprofiel vastgesteld met 14 Twentse wethouders. Sluit daar ook bij aan. Daar hoop ik dit jaar mee aan de slag te gaan. En als we volgend jaar hier weer zitten, dan hoop ik dat we daar nog verder en dieper op kunnen ingaan. Kom je de rest van het jaar niet een keer terug dan, Roel? Maar dan gaan we het over een ander onderwerp hebben. Nee, maar je zegt als ik volgend jaar hier weer terugkom. Ja. Maar dat is wel lang hoor, want je komt al eerder een keertje terug. Vast wel. Ja. Mijn laatste vraag, want we lopen alweer uit de tijd. Dat gaat snel, hè? Ja. Als het gezellig is, dan... het CDA heeft vragen gesteld over de nog steeds in gebruik zijnde waterleidingen met asbest. Daar heb jij op geantwoord dat je met Vitens in overleg zou gaan, maar dat jij begrepen hebt dat er geen gevaar is voor de gezondheid. Klopt. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Nou wil ik jou geen woorden in de mond leggen en ik wil de mensen ook niet angstig maken. Maar het Rijk heeft jarenlang gezegd dat chroom 6 niet gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid. Jaren later komt men erachter dat het wel degelijk gevaarlijk was voor de volksgezondheid. Is er niet ergens al een onderzoek geweest
over het gebruik van waterleidingen, asbestwaterleidingen. Zodat we een onafhankelijke onderzoek naast de mening van Vitens neer kunnen leggen. Nou, als je goed geluisterd hebt in het debat wat we daarover hebben gevoerd, en het vragenhalfuurtje was dat, dacht ik, heb ik gezegd dat er al een rapport lag, een wetenschappelijk rapport, wat dateert van de voorgaande keer, waarin staat dat asbest cementhoudende leidingen, vanwege het feit dat die asbest in het cement zit, dat daar geen gezondheidsrisico's aan kleven. Dat heb ik aangemerkt. Dus het is geen kwestie een verhaaltje van Vitens. Nee, het is gebaseerd op een wetenschappelijk onderzoek. Dat heb ik dan niet begrepen. Ik dacht dat je zei van, ik heb geen geluiden van Vitens gehoord. Nee. Maar ik heb met Vitens daar wel over gesproken. En we hebben nu onlangs hebben de raad ook geïnformeerd voor welke volgorde Vitens gebruikt bij de vervanging van leidingen. Oké, maar goed. Ja. Roel, het klokje van gehoorzaamheid. Ja. Ik denk, een half uur, dan heb ik tijd genoeg. Ja. En een uur dacht ik, dat maak ik nooit vol met Roel. Die niet alles wil zeggen. maar dat is mij meegevallen. Okay. En ik dank je voor je aanwezigheid. Succes met alles wat er staat te gebeuren. De kadernota wordt een belangrijke lakmoesproef voor je. Ja. Dat is de eerste kadernota. De vorige keer was je wel wethouder, maar hebben we geen kadernota behandeld. Ja. Dan moet jij namens het college alles gaan verdedigen, wat men allemaal wil en doet. Ja. Jij bent degene die verantwoordelijk bent voor financiën. En dat wordt best een mooie vergadering, denk ik. Ja. Het is eigenlijk een van de belangrijkste vergaderingen in een jaar, vind ik. Want de begrotingsvergadering is ook wel belangrijk, maar de kadernota, daar ga je natuurlijk uitzetten waar je naartoe wil. En kan je merk je hoe de partijen erover denken. Ja. Ik hoop ook in die vergadering op dualisme. Ik ook. En ik ben benieuwd hoe de kadernota eruit gaat zien. Bedankt dat je hier wilde zijn. En succes. Dankjewel. Graag gedaan. Kijkers en luisteraars, we gaan er even tussenuit. En na de onderbreking kom ik bij u terug met twee nieuwe gasten. Tot straks. Silence is falling between us. It's the loneliest sound that I've heard. But how can we find forgiveness if we can't find the words? When we don't talk, when we don't speak, when we don't share all the feelings that are buried so deep, how can we not hidden behind these walls? When the door's locked, when we lose touch, when you and I lose sight of us, the honesty is lost and the tears see it all. We don't talk. So much goes unspoken, and sorry is left unsaid. Silence remains unbroken, but our heart to break instead. When we don't talk, when we don't speak, when we don't share all the feelings that are buried so deep, how can we know? Hidden
the doors are locked. When we lose touch, when you and I lose sight of us, the honesty is a must, and the tears seed on when we don't talk. When we don't talk, when we don't speak, when we don't share all the feelings that are buried so deep, how can we know what's hidden behind this wall? But when the doors are locked, when we lose touch, when you and I lose sight of us, the honesty is lost, and the tears seed on when we don't talk. Thank you, Belle. Kijkers en luisteraars, we zijn weer terug. En u heeft weer kunnen genieten van Manon Bos. Voorheen woonachtig in Den Ham. Volgens mij woont ze nu tegenwoordig in Hardenberg. Maar zingen kan ze nog steeds. Bij mij aan tafel zijn inmiddels aangeschoven Douwe Bouma, voorzitter van de stichting Kant Nog Wal. En Jan de Haan, secretaris van deze stichting. Heren, hartelijk welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ik geef jullie graag de gelegenheid, de kijkers en ook mij, uit te leggen waarom de stichting Kant Nog Wal is opgericht. Wat er allemaal speelt. Natuurlijk lees ik ook de kranten en ben ik geïnformeerd. Maar wie kan dat beter uitleggen dan twee bestuursleden van een stichting Kant Nog Wal, die niet zonder reden is opgericht. En ik geef een van jullie, en jullie moeten zelf maar even bepalen wie dan het woord gaat doen. En vul elkaar aan. Ik heb niet zo heel veel vragen op papier staan. Ik heb me ook hierover niet zo voorbereid als dat ik bijvoorbeeld bij de wethouder gedaan heb. Want een wethouder moet je nog maar afwachten of die wel antwoord wil geven. Dus ik moet een aantal vragen voorbereiden. Ik geef jullie graag de microfoon en de camera om de inwoners van Twenteland uit te leggen wat er nu werkelijk aan de hand is. Nou, als ik start? Jazeker. Er zijn werkzaamheden geweest aan het kanaal. Dat zullen de meeste mensen wel gemerkt hebben. Dat is zo rond 2011, 2012 geweest. En dat is op een wijze gegaan waarbij je nogal wat vraagtekens kon stellen. Dat heeft op dat moment al geleid tot behoorlijk wat schade bij een aantal inwoners. Maar gaandeweg dat de jaren zien we dat er steeds meer schade optreedt. Als gevolg van die werkzaamheden. En om dat toch even aan te punten, het kanaal had een bepaalde diepte. Daar heeft men in de vaargeul is men, de bodem door, heeft men daardoor klieft. En tijdens de werkzaamheden van 2011-2012 heeft men de bodem helemaal gelijk gemaakt met dat punt wat eigenlijk al voor een lekkage zorgde. Dat betekent dus dat eigenlijk uit de badkuip de hele bodem verwijderd is. Terwijl in het begin misschien alleen de stop eruit was. Daarmee krijg je dus een vorm van een infiltratie. En die infiltratie in combinatie met trillingen van de zwaardere boten zorgt ervoor dat het stuifzand, wat in een bepaalde laag zit, richting het kanaal schuift. Dat betekent dus dat er kans bestaat dat overal onder de fundaties zand wegspoelt in de diepere laag en dat in het kanaal terechtkomt. En dat heeft geleid tot een stortvloed aan meer schades en grotere schades en ook zeer ernstige schades. En op dat punt stonden we.
Op enig moment heb ik gezegd van nou, het lijkt mij handig om een bewonersavond te organiseren en vanuit de bewonersavond een organisch iets te laten groeien in de vorm van een stichting, zodat er een belangenvertegenwoordiging komt. Want ja, massa is kracht. Nou, dat is, heeft plaatsgevonden. De stichting is opgericht. Vanaf het moment van die bewonersavond zijn alle alarmbellen aangegaan bij de provincie, maar ook bij het waterschap en ook bij de gemeente overigens. En is daar een proces in gang gezet. Ik geef graag mijn collega geef ik het woord om vanaf dit punt het secretaris het, van de stichting. Ja, maak het niet groter dan het is. Precies. Nou ja, er zijn een aantal van die avonden geweest. Dat betekent dat we hebben geprobeerd de mensen langs het kanaal te mobiliseren met ons mee te denken. En dat is massaal gedaan. En in de loop van de tijd zie je dat er steeds meer mensen lid van onze stichting worden. En om het vrij kort te houden is het wel licht handig om te zeggen dat vorige week woensdag hebben wij een avond georganiseerd waar we ook de provincie bij hadden uitgenodigd. En ook Deltares, dat is het instituut wat straks de schades gaat opnemen. Die een plan heeft gemaakt om te kijken waar komt die schade vandaan, hoe gaan we daar straks mee om. En die heeft voor de bewoners langs het kanaal een hele presentatie gehouden. Eigenlijk begonnen met Douw, die heeft het voorwoord gedaan. Dit plus nog wat extra. En zij hebben verteld wat hun rol is. En daar waren ook, omdat wij huis aan huis een folder hadden verspreid, een uitnodiging hadden verspreid van de brug Daleveen tot aan de brug Beerseveld, was er een heel stel wat we nog niet eerder hadden gezien. En het heeft ook weer nieuwe leden opgeleverd. En dat heeft ook te maken met later publiciteit, of laatste publiciteit in kranten en zelfs tv. TV Oosten. Ja, het is erger dan menig een gedacht heeft. Ja, er is ik wil graag duiden waar die ernst in zit. Er is ondertussen een schouw geweest langs het kanaal. En uit die schouw langs het kanaal komt naar voren dat op behoorlijk veel plekken langs het kanaal de damwanden die eigenlijk nog een 10 tot 20 jaar mee moeten dringend aan vervanging toe zijn. En dat is ook de reden waarom we afgelopen woensdag was het die avond gehouden hebben. Om mensen echt te gaan informeren en voor te bereiden. Want we gaan zometeen echt wat zien in het dorp. Het is dus zo dat er komen langs de kant van de weg komen, ja, moet ik zeggen, een soort keringen te staan, zodat vrachtwagens niet te dicht op de wand rijden. He, dus er bestaat echt een kans van een calamiteit en moet je ten alle tijde voorkomen. Ja, we hadden eerst ooit gezegd, en de gemeente trouwens ook, dat is een motie van geen werkzaamheden meer aan het kanaal, maar nu we merken dat veiligheid van mensen enzovoort in geding is, ja, kun je dat eigenlijk niet meer droog ogen volhouden. En hebben we gezegd, ja, er is duidelijk wel iets aan de hand. En er zijn drie echt hele belangrijke stukken. Het is eigenlijk over het hele niet vrij slecht, maar er zijn drie topstukken uitgekomen waar ze zo snel mogelijk mee aan de slag gaan. Er zijn ook twee huizen, wat ik ervan gehoord heb via de media, twee huizen waar de bewoners eigenlijk uit huis moeten. En woonunits worden geplaatst in tuinen, omdat het huis, ja, misschien een groot woord, maar eigenlijk onbewoonbaar is. Klopt dat? Nee, niet onbewoonbaar. Oh. Dat klopt niet. Dat punt willen we ook niet bereiken. Het is erg belangrijk dat we niet tot een punt komen van onbewoonbaarheid, want dan moet een bewoner direct acteren naar bijvoorbeeld een bank, verzekeringsmaatschappij en dat soort zaken. Nee. Ik wil toch even terugbrengen naar het vorige verhaal. Okay. De punten waar dus zometeen de activiteiten plaats zullen vinden, vinden in het hart van ons dorp plaats, aan de Hoofdstraat. Maar ook als we kijken van Daleveen tot aan de Puntbrug en richting Frieseveen. Dus als we kijken naar het hele traject, dan is in de eerste tranche dat gerepareerd moet worden, omwille van een calamiteit, is Twenterand als eerste aan de beurt. En dat is niet voor niets. Dat is echt om een reden. Waar ik bijzonder trots op ben, wat we met de stichting, Jan en ik, ons hart voor hebben gemaakt, is dat de inwoners van Twenterand de ellende bespaard blijft, hoop ik, die wij wel hebben meegemaakt. En dat is dat als men een damwand en een verankering erin doet, dan gaat dat met een trilblok. En dan heien, trillen op een vreselijke manier. En zoals het er nou naar uitziet, hebben we nu de toezegging dat men dus gaat kijken, ondanks het feit dat het vele malen duurder is, dat men in het bewoonde gebied in plaats van heien gaat drukken. Je zegt, zo hebben wij het meegemaakt. Trillen hebben we meegemaakt. Trillen.
Jullie wonen daar ook? Wij wonen allebei. Wij wonen allebei in de regering, sorry. Ja, ja. Het wordt nu geduwd in plaats van getrild. Ja, ja, ja. En dat moet veel veiliger zijn. Ja. Ja, hetzelfde wat je tegenwoordig ook met heipalen ziet. Ja. Hè? Die worden er ook in geduwd in plaats van vroeger het heien. Ja. Ja, dat ja, verschil, precies. En dat betekent dus dat de kans op schade daardoor miniem wordt en de kans op overlast nog minder. Ik ben geen techneut, dus ik kan dat niet. Maar wij hebben begrepen dat ondanks het feit dat het vele miljoenen duurder is, dat de voorkeur daar nu naar uitgaat. Omdat van ons zou die vraag dan niet gelegd zijn. Ja, ja. Dat wat ons aangedaan is, kunt u anderen niet aanleggen. Nee. Het is ook om ons te ontzorgen, om alle mensen die langs het kanaal wonen te ontzorgen. Ja. Want hier en daar staan de kopjes op de tafel te trillen als van die hele grote boten langskomen. Dat is letterlijk het geval, dat is bijna onbegrijpelijk. Ja. Overigens, vanuit Dalenveen richting Vriezenveen is aan de oostkant, kant van Westhaar ook een heel stuk waar ze mee bezig gaan. Daar hebben we overigens niet geflyerd, dus mochten mensen dat horen, dan kunnen ze zich natuurlijk altijd nog bij ons aanmelden. Maar dat is ook een jullie zijn gewoon te vinden onder de stichting Kan Nog Wel? Ja. Of? Ja, ja. En? Ja, nog met een G. Ja, ja. Er is iets ja, aan de hand. Want anders dan... Dan is er niks aan de hand. Dan is er niks aan de hand. Nee, precies. Nee, ik begrijp het. Nee. Was dat een test of zo? Ik moet blijven volgen. Ik ben geslaagd. Nog even terugkomen op die woonunits. Klopt dat dan, dat er toch twee woonunits geplaatst zijn? Of is dat een media? Ze zijn niet geplaatst. Ze zijn nog niet geplaatst. Oké. Maar ik heb het wel gelezen hoor, ik verzin het niet. Nee, dat klopt. Je beseft dat het een lastig onderwerp is, want voordat je tot zo'n maatregel overgaat, dat is nogal een stap. Dat brengt een enorme druk op een gezin. Ja. Niet alleen op een gezin, dat brengt er eigenlijk een druk op wat er kan gaan gebeuren. Ja. Het is gigantisch natuurlijk, want ook een bank die een hypotheek verstrekt heeft op zo'n woning, die kijkt ook met argusogen naar zijn waarde van het pand natuurlijk. Ja, hè? Maar het is dus zo dat de woning niet onbewoonbaar is. Dat punt willen we ook voorblijven. Ja. Maar op een gegeven moment moet je ook eerlijk zijn tegen elkaar en zeggen van ja, moet je luisteren, dat is de druk die de mensen hebben. Hè? Dat gaat ook tussen de oren zitten op een gegeven moment. Laten we het anders zeggen. Als je een vergelijking met Groningen gaat trekken, dan moet je eigenlijk beseffen dat in Groningen er alleen al per jaar 5 mensen zelf moet plegen, omdat ze de druk niet meer aan kunnen. Nee, het toekomstperspectief niet meer zien. Dat is ook de reden waarom we gezegd hebben, moet je eens luisteren, je kunt onderzoeken wat je wil, provincie. Vinden we hartstikke fijn. We vinden ook dat er een oplossing moet komen, maar we vinden dat er heel snel, en daar staan we echt op, en daar zijn we ook heel resoluut in, er moet binnen een paar maanden moet er een uitspraak zijn over causaliteit en wat de verdere stap is. Ja. Dat dan het onderzoek naar de oplossing, omdat het een gebiedsprobleem is, hè, het speelt zich af in de ondergrond, langer gaat duren en zorgvuldiger gebeurt. Dat vinden we prima, dat moet ook. Maar we moeten eerst die zekerheid naar die inwoners hebben van, moet je luisteren, aan het einde van de dag kunnen we daar het bonnetje neerleggen. Ja, hebben jullie de zekerheid, twee vragen. Neemt de provincie, de stichting kan nog wel echt serieus? Ja. Ja. Oké, maar dat is natuurlijk wel heel belangrijk in dit verhaal. Ja, in dit verhaal nemen ze ons zo serieus. Vanaf december hebben we gezegd, moet u luisteren. Stel nou dat er geen causaliteit is. En ik acht dat niet mogelijk. Ik acht dat zeer onwaarschijnlijk. Ja. Maar stel nou, je moet er wel rekening mee houden. Stel nou dat er geen causaliteit is, dan is de schade nog steeds erg. Ja. En betekent dus dat er voor een heleboel mensen langs het kanaal het toekomst weg is. Ja. Ze hebben dan niet de klink van het armhuis in de handen. Nee, ze zijn dan door de deur gegaan. Ja. Dus, mooie beeldspraak. Dank je. Heb je over nagedacht, hè? Nou, het ging vrij snel, Chris. Okay. Maar, en dat betekent dus dat we, zoals het er nu voor staat, al voor de verkiezingen, binnen het gesprek van GS, naar voren hebben weten te brengen, waar men ook mee instemde, dat er gekeken wordt naar een calamiteitenfonds. Okay. Dus dat vandaar dat ook een oplossing kan komen. Wat we nu ook doen is eigenlijk, of liever afgesproken hebben, is dat er over de hele lengte van het, zeg maar even, het probleemgebied, huizen worden geschouwd van wat is er precies aan de hand. Als je dat over het hele gebied, zeg maar in 25 huizen doet, en er zou een causaal verband aantoonbaar zijn, dan betekent het eigenlijk wel dat het voor het hele gebied zo is. Dat kan het proces behoorlijk versnellen. En omdat even een simpel causaal verband is dus, dat je kunt aantonen, dit is de oorzaak en dat heeft dat tot gevolg gehad. Nee, ik begreep dat hoor. En mijn kijker ook wel. Hè? Ja? Ja.
Maar goed, heel belangrijk is, en dat jij noemde zelf Groningen, ja. Dan hebben we natuurlijk wel leergeld betaald. Ja. Is het zo dat de provincie op voorhand al gezegd heeft, wij zijn verantwoordelijk, nee. Wat er ook gebeurt, wij nemen de kosten voor nee. onze rekening. En of is het nog mogelijk in principe dat bewoners die schade hebben doorgestuurd worden, ja, meld je maar bij de aannemer, want die is verantwoordelijk. Dat nee. soort toestanden moeten we toch zien te voorkomen. Nee. Daar moeten jullie als stichting, denk ik, ook. Dat zijn we heel alert op. Zijn we heel alert op. We zijn zeer scherp en zeer kritisch over het plan van aanpak. Dus hoe het onderzoek eruit ziet. Daar hebben we vanuit onszelf hebben we daar meer dan 52 punten in weten te fietsen. Zodat er bepaalde zaken, of zou heel Twenterand geen goede aannemer hebben, eruit gefietst zijn. Ja. Dat is één. Daarnaast is het zo dat de provincie echt de urgentie hoog heeft. Ook de verantwoordelijkheid wil nemen. Geen Groningse praktijken wil hebben en zeer zeker goed beseft dat wij hier geen Groningers zijn. Nee. Dat wij niet met de pet voor het bas staan, hoofdje naar beneden en wachten tot ons wat gegeven wordt. Nee, omdat ik zei van, mijn vraag was, neemt de provincie de financiële verantwoordelijkheid? Maar toen zei jij nee. Maar nee. Dat doen ze dus eigenlijk wel. Nee, kijk, het is publiek geld wat uitgegeven moet worden. Ja, oké, op die manier bedoel je het. Ja, dus er moet wel toestemming komen van gedeputeerde staten, van de staten, om dat geld uit te geven. Maar ze hebben wel kenbaar gemaakt dat ze wel weten dat daar, als er een causaal verband aangetoond wordt, dat ze de portemonnee moeten trekken. Dat is ook de reden waarom we gezegd hebben, we praten over meer dan 150 inwoners op het ogenblik al. Is groeiende. Wat schat jij in geld uitgedrukt? Nou, als je meer dan 150 woningen hebt, waarvan je weet dat er twee mensen al richting een totaloshuis gaan, waarvan ik denk dat een aantal bedrijven totalos zijn, je zou van een gemiddelde van 50.000, 60.000 uitgaan. Vrij laag ook nog. Dat is vrij laag, denk ik. Nou, als mijn huis onbewoonbaar wordt, ben ik gemiddeld niet tevreden met 50.000 euro. Hoor. Gemiddeld, hè. Dus de een heeft de complete... Een huis voor 50.000 euro. Nee. Mensen hebben niet zo heel veel schade. Niet zoveel schade. Nee. Dus, en daarnaast is het natuurlijk zo dat het lastig schade vaststellen is als je alleen kunt beoordelen op het effect van iets wat niet zichtbaar is, namelijk in die bodem. En hoe lang gaat dat door? He, de bodemverzet heeft ongeveer 20 jaar. We waren aan het rekenen. Okay. Waar komen we uit? Als we alleen praten over de woning, schat ik 20 miljoen vlot. Ja. Vlot. Serieus geld, hè? Ja, en ik denk dat als je praat over de infrastructuur ernaast, dan hoort erbij. Nou, dan kunnen ze vlot aan één voorzetten. Vlot. Ja. Ja, dat het een serieus probleem is, dat is duidelijk. En dat jullie dat opgepakt hebben namens de bewoners is ook een goede zaak. Want als je dat allemaal individueel de gesprekken aan moet gaan met een provincie of met een aannemer, noem maar op, dat lukt niet. Nee. Dus het kan alleen maar op deze manier. Toezegging van de provincie. En de provincie heeft toegezegd van moeten luisteren. Wij zien dat er wat aan de hand is. Wat weten we niet. Nee. We hanteren de omgekeerde bewijslast. Dus wij gaan onderzoeken en wij gaan kijken wat er aan de hand is. Daarnaast hebben ze gezegd, oké, jullie hoeven niet van loket naar loket. Hè, dus mocht het zo zijn dat het waterschap een deel schuld heeft, dat de gemeente een deel schuld heeft, dat er ergens bij een aannemer een deel schuld ligt. Ja. Nee, wij trekken de portemonnee dan. En gaan zelf op verhaal... Ja, die moeten dat maar uitzoeken. Want dan krijg je een aannemer die ineens een claim van 80 miljoen voor zijn kiezen krijgt. Die trekt de stekker eruit, hoor. Bij wijze van spreken. En dan sta je met de neus... Ik ken iemand die is daar politiek op gevallen. Ja, ja, nee, ik weet het wel. Wat verwachten jullie van de gemeente Twenterand in deze? We weten dat het niet direct op het bordje van de gemeente ligt. Maar de gemeente kan zich niet verschuilen van... U moet naar Zwolle toe. Wat verwachten jullie van de gemeente? Nou, de gemeente heeft beoordelingsplicht. En, het kanaal is vergunningsplichtig. Dus, eigenlijk ook milieutechnisch vergunningsplichtig. En die hebben ze beoordeeld, dus ze hebben er wel degelijk een rol in. Daarnaast is het zo, dan zou ik als gemeente ook kijken van moet je luisteren. Onze infrastructuur ligt ernaast. We hebben zelf ook schade. En de veiligheid. En veiligheid. Onze inwoners. Precies. En daar als belangrijkste natuurlijk. We hebben inwoners en daar hebben we zorgplicht voor. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de gemeente op dit moment bijzonder goed acteert.
We hebben goede contacten met de gemeente hierover. Ik heb met Roel Koster hier voorafgaand een gesprekje gehad. En die is daar druk mee bezig. Ja. Ja. Je ziet ook het belang. Ook binnen het ambtelijke circuit zetten ze zich volledig in. En hebben echt de scope van Twenterand goed voor ogen. Dat was ook een van de redenen dat ze waarschijnlijk die motie ooit hebben goedgekeurd. Ja. Van geen werkzaamheden meer aan het kanaal. Ja. Nou goed, dat is nu door de omstandigheden toch iets anders. Maar dat betekent niet dat er opnieuw uitgediept of iets. Dingen, dat gaat niet gebeuren. Nee. Nou, wat jullie van de provincie verwachten, dat is eigenlijk al een beetje verwoord. Of zijn daar nog... Maar ik wil het adres weten waar het bonnetje neergelegd kan worden. Dat is wel erg simpel, denk ik. Maar daar komt het misschien wel op neer. Ja. Alleen wie bepaalt het bedrag wat op het bonnetje staat? Doet dat onderzoeksbureau? Goede vraag, want dat hebben wij ook duidelijk... de mensen gevraagd die wij vertegenwoordigen. Er is een bureau geweest, HLPC, is bij ons op visite geweest. Heeft verteld wat zij voor ons zouden kunnen doen. Zijn ook betrokken geweest bij onder andere zaken in Groningen. Weet heel goed wat ze willen. En wij hebben met z'n allen gezegd dat wij graag willen dat dat bureau een rol krijgt. En dat hebben we ook toegezegd gekregen van de slager. Ja, slagen eigen vleesgeuren moeten we niet hebben. Hè? Nee, dat is, er moet in ieder geval een tegenwicht komen. En ongetwijfeld is dat een vraag en aanbod een beetje touwtrekwerk. Maar het is van belang, ook voor het vertrouwen van alle inwoners, dat daar iemand naast hen staat die hun kan begeleiden en die voor hun wil vechten. Nou, dat zien we dus dat goed gaat op het ambtelijk niveau. We zien ook dat de provincie dat wel aardig goed doet. Maar nu is het ook zaak dat... Aardig goed doet. Ja, nou, ze staan aan de andere kant van de toonbank. Dus duidelijk is er wel een hele stap gemaakt hoor. Het is echt een grote stap gemaakt. Ja, en, maar... iedereen staat aan een kant van een toonbank. Voor ons is het zaak om het meeste te willen. En voor de andere kant is het zaak om damage control toe te passen. En het is ook waar dat het vertrouwen in de gemeente, in de provincie wellicht in het begin niet zo groot was bij heel veel mensen. Maar je ziet dat er langzamerhand wel aan kenteringen komt. Zich ook duidelijk. En denk ik wel heel goed is dat er nu een punt, een inlooppunt is gecreëerd. Ja. Bij de firma Heun, daar is een gebouw, daar zit twee keer op een woensdag, het wordt later nog nader bekendgemaakt via ons en ook door hen, dat ze daar twee keer smiddags, op woensdagsmiddag zitten en iedereen die een vraag heeft. Of zitten ze in het gebouwtje waar vroeger Meander Brom zat? En Ruis in zat. Nee, waar Brom en Ruis in zat. Oh, dat is voor iedereen bekend. Maar dat Meander gebouwtje, dat is ook weggezakt. Dat meandert. Ja, precies. Dat is ook door het water van... Ja, het meandert allemaal richting kanaal. Precies. Maar goed, over Meander heb ik het wel een andere keer weer over. Het tijdspad waarop de betrokkenen nu wat kunnen horen. Is dat afwachten op dat... ziet dat eruit? We hebben afgesproken, we hebben gisteren een pittig gesprek gehad met de projectleider van de provincie. Daar hebben we nogmaals kenbaar gemaakt dat ons een half jaar beloofd was. En we snappen dat dat optuigen dat enigszins tijd heeft. Maar dat het nu wel zaak begint te worden voordat de zomer, verwisselingen van waterpeilen en dat soort zaken, dat er duidelijkheid moet komen. Mensen zullen straks meer dingen gaan ervaren, ook op gaan vallen, omdat de media er wat aandacht aan heeft besteed. En daarmee is ons toegezegd dat in augustus moet er wat bekend zijn. Ja, ja. En dat is wat jullie betreft acceptabel? Of kan het gewoon niet sneller? Nee. Nou, je moet wel reëel blijven. Hè? Ja, als je praat over 25 woningen die aanselijk langs het hele traject van het kanaal genomen zijn, die wil je fatsoenlijk onderzoeken. Ja. Dan heb je eerst al het onderzoek van wat is het schadebeeld? En dan moet het schadebeeld teruggeleid worden naar de oorzaak. Ja, dat kost natuurlijk even. Dus je moet wel reëel blijven. Ja. Heren, het is 5:05. En ik had begrepen dat een van jullie op hete kolen zit. Jan, geloof ik, hè? Ja, precies. Ja. Maar goed, ja. Een andere afspraak. Ik wil jullie danken voor jullie aanwezigheid. Ik wil jullie ook danken voor de manier waarop jullie het opgepakt hebben. Het is een belangrijke zaak en nog veel belangrijker als menigeen, denk ik, gedacht had. Of tot nu toe beseft. Tot nu toe beseft heeft. Ja. En als je de bedragen hoort... Poeh. Maar goed, jullie pakken het op. Ik wens jullie daarbij heel veel succes. Ga zo door, zou ik zeggen.
En kom nog eens een keer bijpraten in augustus of na augustus. Als er resultaten behaald zijn. Dat is goed. Want die zijn dan mede tot stand gekomen door jullie inzet. Ja, ook. En, ja. Of ook. Ja, er zijn meerdere mensen gelukkig bij betrokken. Mm-hmm. Geen toestanden zoals in Groningen. Laten we dat proberen te voorkomen. Ja. En nogmaals, succes. Dankjewel. Dankjewel. Alles is politiek. Maar politiek is niet alles. En toch slagen we er elke keer weer in om er ruim een uur een programma over te maken. De volgende keer dat wij elkaar weer zien in Politieke Stemmen op Delta FM is donderdagavond 2 mei. En dan zijn mijn gasten Stefan Reusken van de PvdA en GroenLinks. En Erik Kobus van de VVD. Tot dan. En ik wens u een hele fijne avond. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de Twente Rander.